Welkom luisteraars, we zijn er weer. Ja, ja, Klasse, de podcast, alles over onderwijs en wat er allemaal wel niet bij hoort. Zo net kregen de luisteraars een beetje een BTS behind the scenes. Ja. We zijn hier met Mark natuurlijk. Hans is nog steeds ready en aanwezig hier. Ja, hoor. En mijn naam is Ben Kremers. Deze tune is van Hassani Productions. Dat is een vriend van mij. Die maakt beats, die maakt videoclips. En ik zei, joh, heb jij niet een dope track over waar je eigenlijk niks mee doet? En hij zegt, nou, ik heb deze, ja, ik vind deze gewoon tof. Dus, top. Dus meteen even... Dikke vissa track gewoon. Ja, toch? Zaterdagochtend. Heerlijk dit. Hans, welkom, fijn dat je er nog bent. Ja hoor. Nice. We gaan het dadelijk hebben over jouw eigen muziekcarrière. En we gaan nog wat vraagjes stellen over hoe het nou is om in een gevangenis, een jeugdgevangenis te werken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even This or That spelen. Dat is altijd leuk. Daar komt ie, Hans. Zitten of staan? Oh, staan. Computer of laptop? Laptop. Docent of leerling? Leerling. Slim of sterk? Sterk. Slapen met een lichtje aan of een lichtje uit? Uit. Een brief of e-mail? E-mail. Hand of een box? Oh, hand. Hand. En tot slot... Goud of zilver? Is goud. Goud? Ja. Ja. Het zit ook in je bril. Nee, het is veel pletbaarder dan zilver. En het is universal thing. Goud is geweldig materiaal. Dat kun je zo bizar pletten dat je er bijna dwars doorheen kan kijken. Ja, en dat is waar. En jij zegt ook een hand in plaats van een box. Ja, warmte gewoon. Ja? Ja, absoluut. Ja, maar. Ik denk dat je, de box is oké, weet je wel, maar dat is on the fly. Maar de hand is voorstellen. Dat is echt meer human contact of zo. Ja. Weet je. Dus dat gewoon. Ja, nice. En jij gaat. Ik was zo blij dat we konden doen ook na corona. Van, we kunnen weer een hand geven. Ja, nice. Man. Juist. En jij staat ook liever in plaats van dat je zit. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik kan heel slecht stilzitten. Ik wil ook met het lesgeven ook zo min mogelijk zitten. Van kom op, ga je teachen hoe je dit moet doen? Nice. Werken op Pro Tools of Fruity Loops. In die kleine ruimte die je hebt, zeg maar, beweeg even op. Ja, ik wil ook staan. En dat ben ik ook blij met een smartboard aan de muur, want je kan ook gewoon keutelen heen en weer en doen. En, nice. Hey, ik wil morgen even voor jou ook een This or That, joh. Ja, doe maar. Is gewoon leuk, joh. Doe maar. Ik was toevallig een This or That voor jou aan het creëren. Dus, oh, echt? Nice. Ja. Zo ben ik. Sinaasappelsap of appelsap? Appelsap. KFC of McDonald's? McDonald's. Even onderbouwing. Ik ben een van de weinigen die KFC echt niet lekker vindt. Elke keer heb ik er super, super veel zin in. En als ik het heb besteld, denk ik... Ah, oh nee, dit is het niet, bro. Dus ja, dat. Oké. Rood of blauw? Blauw. Ik vind deze lauw, jongen. Altijd 10 minuten te laat op mijn werk. Of altijd een half uur te vroeg op mijn werk. Geen van beide. Geen van beide. Je moet kiezen. Er één kiezen. Je moet kiezen. Altijd 10 minuten te laat op werk. En dan kan ik gewoon mijn dochtertje naar school brengen. Toch? Nice. Ben jij liever een supermodel of een filmster? Filmster. Een haai of een dolfijn? Zo lastig. Haai ben je veiliger. Dolfijn ben je sierlijker. Dolfijn. Dolfijn. Ja. Sierlijke past wel bij jou. Ja. Een safari of een cruise? Cruise. Oh, en de laatste is ook lauw. Biggie of Tupac? Zo, ja, Biggie. Ja, dat is no discussion, man. Doe me de look, debate. Ja, no debate, man. Ja, sorry. Ja, nee, daar hebben we geen voor te zeggen. Dat is toch lauw? Ja, dat is... En waarom Biggie dan? Biggie was de betere rapper. Ja. En ik ben rapmuziek gaan maken, omdat ik van rap hield. Mm-hmm. En alles eromheen rondom Pac. Weet je, Pac is super belangrijk voor de hip-hop geschiedenis. En mensen zullen me neerschieten. Maar Biggie was echt de veel betere rapper. No shit. Nee toch? En Pac was gewoon, het geheel was tof. Maar toen ik jong was, kon ik het niet zo waarderen zoals nu. Omdat ik gewoon al die kunstzinnige dingetjes, al die salto's van die rappers gewoon tof vond terug in de tijden, man. En daar was Pac niet één van. Maar wat was toen je motivation om dat te gaan doen? Wie was toen je voorbeeld op dat moment? Toen je daarin leefde? Dat je bezig was met rappen? Met rappen. Ik denk heel die 90s. Heel die 90s era, man. En vanuit dus die 90s era van hoe hiphop toen de tijd ontstond. Ja. Ik weet niet of je dat kent, je moest toen YoMTV Raps kijken en moest ik echt 12 uur 's nachts opstaan om YoMTV Raps te kijken. Dus heel die cultuurvibe vond ik heel tof. Ja. En hier in Nederland was het, denk ik, die het voor mij heeft gedaan, is Opgezwollen.
Ja. Ja, jeetje, opgezwollen. Ja. Opgezwollen heeft het echt voor me gedaan om in het Nederlands te rappen van als zij dat zo doen, ja, dan wil ik dat ook. En toen kwam VSP en al die boys kwamen uit. Dus ja man, ik heb er ook eentje voor jou. Oké, okay, let's go. Jay of JC? Zo, je te even stil. JC heeft een mooiere vrouw. Laten we daar gaan. JC, oké. Okay. Reggae of hip-hop? Hip-hop. Sneakers of Timberlands? Sneakers. Timberlake of Usher? Timberlake. Timberlake, ah, waarom? Ja. Moeilijker. Maar ja, die was lastig, hè? Ja, ik vond ook, ik vind Usher echt ook heel lauw, maar ik ben een keer naar een concert van Timberlake geweest hier in Nederland toen de tijd. En deze man kan zoveel met zijn stem en beatboxen en dansen. En dat kan Usher ook, hoor, maar toch, ik vind die allebei lauw. Maar als ik moet kiezen, kies ik Timberlake. Okay. Iets veelzijdiger, voor mijn gevoel. Ja, okay. Toegankelijker ook. Ja, toegankelijker ja, dat ook, ja. True. Audi of Mercedes? Een Audi. Audi. Baard of geen baard? Ja, baard. Ja, volle bak. Kijk hem dan. Spotify of radio? Spotify. Spotify. Zeker. Ja. Messi of Ronaldo? Ja, normaal gesproken zou ik Messi zeggen, maar na het afgelopen WK ben ik er een klein beetje op afgeknapt. Maar nog steeds kan deze man wel heel goed voetballen. Allebei. Ja. Ieder op zijn eigen manier bereikt. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik toch uiteindelijk wel voor Messi. Oké, okay, laatste. Streng of meegaand? Meegaand. Meegaand, ja, okay. Dat is wie ik ben en waar ik voor sta. En dat is wat ik doe. Ja. En soms ben ik ook wel streng, maar over het algemeen probeer ik meegaand te zijn. Ja. Oké, okay, nice. Oké. Okay. Nou, okay. Fijn, ja, toch? Ja, toch? Ja. Ik zag hem altijd met zijn telefoontje zitten en ik, wat is hij aan het doen, joh? Schiemen. Ja. Schiemen, ja toch? Schiemen. Schiemen, jeetje toch? Hey Hans, je bent er gelukkig nog steeds. Ja, en we hebben net al in de vorige aflevering het gehad over jouw muzieklessen en dergelijke. Ja. Maar het is bekend hoe je er dus ingerold bent eigenlijk. Ja. Maar wat zijn jouw eigen muzikale ambities? Of heb je überhaupt nog ambities? Muzikaal. Muzikale ambities heb ik, denk ik. Ik eigenlijk niet. Nee? Nee man, ik denk wel eens van moet ik dat hebben? Ben ik ambitieloos? En is dat, als dat zo is, is dat dan slecht? Want is het dan niet dat je een talent verwaarloost of zo? Maar als je iets goed kan, moet je het dan ook per se doen? Ik denk dat voor mijn gevoel is wat ik nu breng met muziek en hoe ik het inzet. Dat is de grootste blessing gewoon die ik me maar kan voorstellen, man. Ik zeg het je echt eerlijk. Want ja, ik weet nog wel vroeger toen ik veel jonger was en wel ambitieus was, soort van. En dan wil ik wel big deal zijn en zo. Wat voor muziek maakte je? Toen van alles. Okay. Ik speelde toetsen in een rockband. Een beetje Nick Cave-achtige band Jumbo Dollars uit Maassluis. Gruwelijk gezellig geweest met die mannen. Hele leuke tijd gehad. Samen met een vriend, een soort van Nederlandstalige, quasi gekke hip-hop, eclectische shit gemaakt met Leonard Koorman. En geprobeerd een plaat uit te brengen, maar weet ik wel, leven gewoon. Ja. Het is er niet geworden. Samen met een vriendin de boer op, met de gitaar en kleine liedjes, kleine covertjes maken, cocktailcovertjes noemden we dat dan. Dan gingen we ethisch shit, speelde ik op een jazzy manier op gitaar en dan brachten we dat. Tof. Ja, was tof. En ik zou best wel mijn poten poten op het gas hebben kunnen zetten. En dan was er misschien van alles gebeurd of zo. Maar dat was het ook weer niet, man. Nee. Weet je. En misschien was ik gewoon te lui daarvoor. En soms had ik het idee wel eens van, jij kan gewoon überhaupt helemaal niet omgaan met die aandacht die je krijgt. Want daar heb ik een soort van hart-liefde verhouding mee, denk ik. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk om aandacht te krijgen, want daar kan ik ook best wel van aangaan. Maar het moet dan wel onder mijn eigen voorwaarden zijn wanneer ik het zelf wil. Snap je? Ik heb momenten dat ik denk zo van nee. En dan zit ik helemaal uit die ass gewoon in het donker. Ja. En dat vind ik dan fijn. En dan andere momenten dan vind ik het weer vreselijk leuk om een show af te zijn of zo. Mm. En ik denk dat gedeelte van wat ik leuk vind aan iets kunnen. Dus een skill hebben en een skill laten zien. Dat ik dat nu zo mooi kwijt kan. Het is echt niet zo dat ik tijdens muziekles allemaal ga laten zien wat ik allemaal kan en wat ik allemaal onder mijn pet heb qua kennis en skills op een instrument. Dat doe ik helemaal niet. Mm-hmm. Want ik vind het zo leuk om het te kunnen brengen en te laten zien aan een kind dat het ook bij dat kind zelf heerst. Ik kan jou leren spelen binnen 5 minuten door
helemaal te levelen gewoon met waar dat kind begint. Je moet helemaal niet, vind ik soms, zeker niet in muziekonderwijs, als docent, gaan laten zien wat je allemaal kan. Want dat is onzekermakend. Ja, ja, dat. Dan denkt het kind, oh, dit ga ik nooit voor elkaar krijgen. Ja. Deze skillset heb ik helemaal niet. Nee, man, dat kan ik nooit bereiken. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, mooi, dus dat moet je niet doen. Zo interpreteert. Je moet het heel laag zetten voor jezelf. Ja. En denk dat ik dat goed kan. Toffe mindset. Dus de audience die ik nu heb, het publiek, ja, is vind ik het mooiste publiek wat er is. Omdat ik denk dat een dialoog heen en weer gaat en dat het veel meer oplevert. Ja, ja, ja. Zou ik ook bedoelen. Ja. Dus ik hoef niet meer in die spotlight. Want ik heb het idee dat ik nu in die spotlight sta van een aantal jongens die zoiets hebben zo van, oké, we gaan misschien wat tof leren nu van deze guy. En dat. Ja, en daar ben ik dankbaar voor en dat vind ik fijn dat ik dat mag doen. Ja, super nice. Er is geen moment spijt van gehad. Nee, man. Ben je ook trots op je werk? Ja. Ja. Ja, maar ik trip er niet op of zo, man. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ik weet niet, dat ziet mooi ook. Ik ben dankbaar heel erg voor dat ik dit mag doen. Het heeft mij heel veel mooie dingen gebracht, zeg maar. Weet je wel, want door hier te werken en dit te doen, met deze doelgroep, met die collega's die ik daar heb, ja, want echt hoor. Want je hebt dat nodig. Ik vind het tof dat ik zeg van trip er niet op, want zo sta ik er ook in. Ik weet toch, extra rijdt ook give a fuck, maar ik vind het wel heel tof om te doen. Snap je? En ik hoef niet bij elk etentje of feestje aan te geven dat ik docent ben en wat ik allemaal in mijn mars heb. Heb je ook niet alleen bereikt ofzo, want je bent altijd geïnspireerd door andere mensen om je heen. En shit valt of staat bij machten van de gratie van mensen om je heen, toch? Dat. En ik heb dat met alles hoor, want ik heb zelf ook lang muziek gemaakt en de nodige dingen bereikt. Maar vraag aan deze man hoe vaak ik het erover heb, nooit. Weet je, want het is inderdaad wat je zegt, het zijn allemaal dingen van jezelf en waar je zelf dankbaar voor kan zijn en trots op kan zijn, toch? Ja, dus, dat. Want dat is ook een hele mooie message die je ook aan je leerlingen meegeeft. Zo van, joh, luister nou, je hoeft geen big deal te zijn, want je bent al leuk zoals je bent, weet je wel. En wensbaar en het heeft een functie. Ja, maar ik kan helemaal niks. Ik heb helemaal niks met muziek, zegt zo'n guy, weet je wel, in dat muzieklokaal. Ja, andere jongens, oh leuk, muziek. Er zit er een bij zo van, nee, ik heb er helemaal niks mee, man. Nee, maar dat geeft helemaal niks, zeg ik. Want het is juist heel belangrijk dat je hier bent. Ja, al zo dan. Ik zeg, nou, dan ga ik uitleggen over een bass track, weet je wel. Ik zeg, het is juist heel goed dat je hier bent, zeg ik. Want alles klinkt beter als er meerdere mensen in een ruimte zijn. Het concert klinkt ook beter als de hele zaal packed is. Ja, dat. Anders heb je te veel reflecties. Ik zeg, fijn dat je hier zit. Ik zeg, kun je een beetje naar rechts gaan misschien? Want dan houdt de reflecties beter bezig. Oh. Dood. En dan... maar echt, joh. En dan ga alsjeblieft nadenken met ons over een werktitel voor deze tune. Ja. Je maakt iedereen muziek. Is wensbaar. Ja, precies. Maar je maakt muziek voor jezelf dan ook, hè. En daar ben je ook trots op. Mag je ook uitdragen. Maar het is toch gewoon wel tof als je track wordt opgepakt, toch? Of dat heel veel mensen ernaar gaan luisteren, toch? Tuurlijk, maar daarvoor release je. Ja, je released om het veel te laten horen. En wat je in het begin zei, wil ik even een klein beetje tegenspreken. Kijk, ik maak muziek omdat ik het tof vind. Maar ik maak niet muziek voor mezelf. Ik maak muziek voor jou. Nee, toch? En ik vind het heel tof om mezelf te horen. Snap je? Maar heel het proces... om het verwerken of je gedachten op papier zetten, ja, dat is voor mezelf. Ja, inderdaad, dat snap je? Ja, oké, het proces is voor mij, is voor mezelf. Maar de muziek zelf, muziek maken, doe ik voor iemand anders. Ja. Want daar ligt mijn, ik weet niet hoe het bij Hans zit, maar daar ligt mijn onzekerheid. Als ik klaar ben, dan kan ik dat 80.000 keer luisteren van hoe hoort Ben dit? Ja. Kijk, als ik het aan jou laat horen, kijk, Jan, is zijn compliment oprecht? Oké, dan hopelijk vinden 5 anderen het ook tof, want dan ben ik daar dan mee bezig. Want mijn ding is mijn ding, snap je? Ik weet niet of je ook zo erin staat. Ja, ik zit echt met verbazing te luisteren, want het zit me wel radertjes aan het draaien ook. Ja. Want ik kon heel heerlijk werken in de studio en allerlei dingen en van alles maken tot diep in de nacht. En dan kikken op jezelf, want wat heb ik nou bedacht? Toch komt dit uit mijn mind. Oh, ik ben zo trots op mezelf. En door en verder werken en dan vervolgens. Dan komt er bijvoorbeeld iemand anders in beeld. Die daarna gaat luisteren en die er iets van gaat vinden. Ja, ik denk dat een goede artiest of een uitvoerend artiest iemand moet zijn die het geen reet geeft om wat een andere vindt. Juist, dat. Wat ik nu doe bijvoorbeeld bij jongens, die zeggen zo van, nee man, het is niet goed, het is niet goed. Dan zeg ik tegen hun zo van, dat maakt helemaal niet uit wat jij ervan vindt. Het maakt eruit wat een ander ervan vindt. Ja. Dus je kan echt muziek maken als een ambacht. Zo van, ik moet dit gewoon fixen, want dit is voor iemand die dat heel mooi gaat vinden. Ja. Oh ja. En dat is met heel veel dingen zo. Ja. Een bepaalde attitude hebben die bijvoorbeeld wensbaar is of nuttig is. Ja. Op een bepaald moment. Dat muziek maken van, ja, ik vind het fijn om dat te doen voor mezelf. Omdat het mijn gedachten gewoon ordent. En ik denk dat ik daarom ook zo vreselijk ben met muziek in de weer bent gebleven. En het spelen van instrumenten, weet je. Ja.
Maar Wim, want het ontspant mij echt letterlijk. Ja. Als ik op een instrument zit, maakt geen reet uit wat het is. Mijn mind is helemaal daar. Ja. En er zijn verder, voor mijn gevoel, geen bezigheden. Of bij mijn weten geen bezigheden waarbij... De afwas doen vind ik ook chill. Ja. Ja, ik vind schoonmaken ook heel flex. Ja. Hier, ja. Lijp, hè? Ik vind schoonmaken echt heel flex. Dat die gedachte ordent... En dat je helemaal zo zen daarvan wordt. Ja, ja. En dat... Deze sla ik even over. Alleen, ja, nee, maar heb je dat niet? Heb je dat nee, niet? Ik ben niet van schoon. Ik heb een fantastische vrouw die echt dat op zich neemt. En ik doe wel binnen mijn mogelijkheden probeer ik haar te ondersteunen. Maar zij is daar veel beter in dan ik. En het effect wat jullie hebben, dat heb ik niet. Nee. Ik ben meer een troepverplaatser. Nee man, ik op werk bijvoorbeeld, op werk is het tegenovergesteld, maar ik word druk van werk, snap je? Je ziet ook bij mij vaak dat ik soms de draad kwijtraak, maar dan raak ik echt de draad kwijt. Ja, yo, er gebeuren te veel dingen man, ik moet even ergens een focus hebben. En thuis heb ik gewoon echt mijn focus van oké, Frex, ik ben nu dit aan het doen en oké, ik ga zo meteen even een verse schrijven. Ja. Ik ben even met mijn dochter, maar mijn dochter weet van, hey, nu is papa gewoon even op zijn knieën, snap je? En ik heb dat helemaal niet en ik vind werk Frex, sorry, weet toch, daar niet van, maar... Ik raak soms overprikkeld, bro. Ja. Dat kunnen we denk ik allemaal op aan. Ja, ja, oh, zeker wel. Ja, ja. Want Hans, even terugkomend op jouw werk. Sorry hoor. Je natuurlijk al er heel veel over verteld. Ja. Maar hoe lang duurt zo'n les bijvoorbeeld? Ja, het is minder dan een uur. Omdat je aan het einde van het uur heb je een les. Dus moeten ze naar een collega toe. Dan brengen de jongens naar een andere collega. Of het is einde les. Dus loopt iedere keer iemand mee met de leerlingen? Ja. Om zo te zeggen. Ik. Okay. Ja. Jij bent dat. Doe ik. Ja. En dan met je grote sleutelbos, dan moeten al die deuren open. En dan, grote sleutelbos. Nee, je moet echt van het idee af, man. Dat gewoon zo'n juiste grote ring is. Dat je daar... Ja, toch? Griezelaar. Alla sheriff. Nee, joh. Het is een sleutelbos, maar het is fun. Je moet op je handen letten wat je doet. Want je draait heel vaak per dag een deur van het slot en trek je een deur open. Dus je moet een goede grip op de deur hebben. Want als je denkt, ik doe dat even met mijn duim en wijsvinger. Of met alleen mijn wijsvinger en mijn middelvinger. Mm-hmm. Denken we vaak, hè. Dan denk ik, ik doe dat eventjes. Ja. Maar je zit binnen de kortste keren met peesontstekingen, weet je. Want dan ben je verder van huis. Daar heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar heel gek dat soort dingen ineens over na gaat denken. Ja, precies. Maar het lijkt me ook lastig als je met die gasten loopt, dat je dan... Met die sleutelbos. Nou, met je grote sheriff sleutelbos fluitend door die ruimte loopt. Nee, maar je kan ook, als je je rug naar die gasten toe keert, dat moet je regelmatig doen. Dan lopen ze achter je. Is dat gewoon oké? Okay? Tuurlijk, man. Ja? Ja, joh. Ja, dat weet ik niet. Dat is de vraag eigenlijk. Ja, dat, boy, maar je voelt je veilig ook. Ja? Ja. Er is, je weet nooit wat er achter je gebeurt. Mm-hmm. Dat is een plek waar... Dat weten we gewoon niet wat daar gebeurt. Dat vind ik altijd interessant. Ja. Even een andere vraag. Hè, want op de straat... Een hele dimensie. Echt, hè. Op de straat gebeuren de nieuwe dingen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen rondom... dat de onderwereld steeds meer in contact komt met de jongeren. En die steekincidenten zijn twee verschillende onderwerpen. Maar merken jullie van de jongeren die vastzitten dat... Ze inderdaad, of zie je die ontwikkelingen van nu op straat rondom de onderwereld, steeds meer in contact met de jongeren, merk je dat aan de jongeren die nu vastzitten, dat ze inderdaad met hele andere dingen zich nu bezighouden? Ik las gisteren een artikel bijvoorbeeld dat er steeds meer containerregaar is, noem je dat zo? Uithalers. Uithalers, dat er steeds meer uithalers zijn. Ik hoorde daar iets over, dat er ook steeds meer jongeren... We worden ingehuurd om liquidaties te plegen, om Molotov cocktails in huizen te gooien. Oh my. Maar dat merk je dus niet? Nee. Nee, nee, dat is ook, jongeren zijn ook in de les. We zijn bezig met andere dingen. Maar kijk, jullie vragen, jongens, en dat is best wel een dingetje misschien. Maar niet de jongeren die van buiten naar binnen komen. Net je vinger op als je wat wil vragen. Ja, maar niet dus niet de jongeren die nu van buiten naar binnen komen, dat ze voor andere dingen vastkomen te zitten, om het zo te zeggen. Nee, en het is, kijk, laat ik daar kort over zijn, want ik weet dat ook niet. Oké, ik ben een onderwijzer. Weet je waar diegene voor zit? Nee. Nee, dat zijn die gasten. Ik zou het makkelijk... achter kunnen komen door het bijvoorbeeld gewoon te vragen aan de pedagogisch medewerker van de desbetreffende afdeling waar deze jongen zit. En daarom denk ik ook dat als je daar meer over wil weten over dat verschijnsel, van nodig ook zo iemand is uit. Want dat zijn ook next level shit, hè? Ja. Ja, ja, want ja. Dat is echt super interessant als dat soort mensen lijntjes hebben, bijvoorbeeld met maatschappelijk werkers die op scholengemeenschappen zijn, preventie, snap je wat ik bedoel? Ja. Preventie van als een guy of een lady bijvoorbeeld fout dreigt te gaan, dat je, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Daar iemand naar kan kijken. Dat is ook echt mensen die jullie ook veel zouden kunnen brengen.
Nee, ik ga niet op dat dossier. Nee, ik weet het ook niet. Het is totaal niet relevant. Want ik vind dat een kind wat er bij mij in de klas komt, ik kan zo'n kind ook tegenkomen op straat gewoon. Ja. En je bent in mijn klas en daar gaan we elkaar leren kennen en daar gaan we wat doen. Ja, zeker. Ja. Maar het kan ook zo zijn, als ze jou tof vinden en ze hebben een klik met jou, dat ze daar wel over gaan vertellen. Ja. Toch? Ja. Doen ze dat ook? Nou, als ze erover gaan vertellen, dan voelt het meestal als een soort van biecht. En dan zeg ik ook wel vaak zo van, joh, je hoeft het helemaal niet te vertellen. Maar weet je dat eigenlijk wel? Ja, maar ben je niet nieuwsgierig naar? Nee, joh, vent. Nee, ik ben nieuwsgierig naar morgen, zeg ik dan, weet je wel. En, oh ja, ik zeg, dat zou ik ook doen als ik jou was. Oh, ja. Dus dat vind ik belangrijk. Ja. Ook hoe je zit. Ja, ze zitten daarvoor of zo, maar het is verschrikkelijk waarschijnlijk allemaal. Maar dat is de wereld ook, weet je wel. Niet om mezelf eruit te lullen of zo, maar het is gewoon messed up dat er überhaupt gewoon shit gebeurt. Waardoor jeugdigen verwaarloosd worden, gestigmatiseerd worden, gezinnen naar de kloten gaan. Dan jeugdigen op straat terechtkomen. Ja, die stigma's zijn het ergste. Juist. En dat komt ergens door. En dat komt niet omdat dat zo verschrikkelijk goed gaat en zo. Wil je het ook niet weten wat die gedetineerde op dat moment gedaan heeft omdat je hem dan anders gaat behandelen? Nee. Nee? Nee, ik vind het ook gewoon niet relevant. En we zijn ook gewoon bezig met een les dan op dat moment. Ja. En snap je wat ik bedoel? Ja. En ik denk dat het ook fijn is voor het kind zelf om bezig te zijn met die les. En dan kun je niet bezig te zijn met waar die voor vast zit. Ja, want hij zit al daar. Ja. Hij is al daar, weet je, dat is al duidelijk. Ja, je hebt wat uitgevreten. Nou, je hoeft niet verder uit te nuanceren, weet je wel. Want dat heb je andere mensen voor, daar heb je ook professionals voor die de dingen mee kunnen doen. Ik wil er niet als een soort van guru-ass gaan zitten van, nou oké, hey, gooi je hart maar leeg. Jezus. Tell me about it. Nee, maar Marvin, kijk, er worden wel mooie teksten geschreven. Ze zijn wel een goede groep zijn, man. Ik zie jou wel zitten op een kussen. Wat is het waard, gewoon? Ja. Weet je dat ik de helft eraf geknipt heb, trouwens? Shit, ja man, zat spaghetti op een gegeven moment. Oh, shit. Dit is echt... Dit is het gaat te ver. Iemand zei, oh, je hebt ook nog... Nou ja, ik hou hierover op. Ja. Als er teksten worden gemaakt met bijvoorbeeld ontboezemingen of zo, of wat dan ook, dat kan ook inderdaad wel een verwerking zijn van een bepaald proces. Ja. En soms zijn de teksten boos, soms zijn de... denk ik zo van, oké, ik snap dat je niet... fairies en daisies en kinderboerderijen, zijn jonge geitjes in de kinderboerderij geboren. Ja. Dat daar je rap over gaat, weet je. Want het gaat vaak over waar jongens vandaan komen, dat is prima, daar is een plek voor. Ja. Maar je kan via muziek de jongeren ook eens de gedachte op, of hen op een andere gedachte brengen. Ja. Ze van, hey, er zijn nog andere dingen onder de zon, ik kun je helpen met het maken van een lofkoekoe. Ja, maar ik voel geen liefde in mijn hart. Iedereen voelt liefde, man. Het is toch mogelijk. Ja. En daar kan jij het doen. Ja. Zullen ze wel schelden ook? Sorry? Wordt dat getolereerd? Ja, ik doe het soms zelf ook. Dus je moet ook wel een beetje water bij de wijn doen. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig die drillrappers en dergelijke. Hmm. Kan dat ook bij jou? Ik heb gehoord over dat fenomeen. Mm-hmm. Ja, dat er is. Maar dat hou ik ver uit mijn les vandaan. Oké. Ik vind dat we minder aandacht moeten besteden aan drillrapper. Niet naar jou hoor. Maar en het over onderwijs moeten hebben. Ja, maar ook gewoon in de media en onderwijs en noem het maar op. Kijk, we hebben een bepaalde ontwikkeling die is gaande onder jongeren. En die is behoorlijk heftig. En ik ga er steeds meer aan toegeven. Want ik heb het gisteren met mijn vader over. Van inderdaad, de jongeren zijn anders. Want ik hield heel lang vol van de jongeren zijn niet anders dan wij. Je weet toch? Mm-hmm. Maar ik begin wel op te merken van ja, hey, het zijn een andere afslag, bro. Je weet toch? En iets wat ik niet begrijp en niet wil begrijpen. En waar ik heel bang voor zou zijn als ik jong zou zijn. In plaats van dat ik best wel mezelf staande moest houden. Maar het onderdeel drillrap. Weet je... niet jij hoor, maar dat is wat de media doet en heel veel instanties. Dan pook je die shit wel extra op. Ja. Weet je toch? En dan ga je wel extra het gevaar proberen, weer extra het gevaar willen zien. De kinderen maken drillrap omdat ze drillrap maken. En het is fokstop en dat is kut. Maar je moet er zo min mogelijk aandacht aan geven. Maar tegelijkertijd luister ik ook al sinds mijn 16e gun clip in music. Je weet toch? En dat boys elkaar overhoop schieten en overhoop hebben geschoten. En het is niet flex om aan je kind te laten horen. Maar het is wat het is, man. Dat gebeurt in muziek, snap je? En de meer aandacht aan geeft, heb ik het gevoel dat je ook die kinderen extra pusht om te doen wat ze doen, snap je? En ik denk dat we daar gewoon... We moeten het dood laten broeien, die shit, man. Absoluut. Eens. Jee, toch? Eens. Kijk, dat is ook een heel sterk pedagogisch model. Of zeg ik, een didactisch model. Dat als jij
in een klas bijvoorbeeld een heel naar gedrag ziet van een jeugdige. Ja. In je klas, dat je er totaal geen aandacht aan moet besteden. Nee. En het ook aan andere leerlingen ook gewoon op het hart drukt van geef er geen aandacht aan. Nee. Dan gaat het ook gewoon weg. Op het moment dat je erover gaat lopen zeiken, schelden, geef je er te veel aandacht aan, geef je het een podium, wordt het alleen maar groter. En dan kun je een soort van volwassen cultuur tegenover jongere cultuur. En de jongere cultuur gaat zich dan willen establishen. Yes. Natuurlijk, tijdens de les heb ik het ook over drill rap, maar het enige wat ik doe is ridiculiseren, man. Weet je toch, dan probeer ik de skills in drill rap probeer ik te exposen voordat het echt belachelijk klinkt. En verder wil ik het er niet over hebben met die kinderen. En als het toch per ongeluk opzet, want af en toe komt er voorbij mijn Spotify-lijst, ga je mezelf een keer opnemen. Je pist in je broek van trachten. Ik maak het echt belachelijk. Weet je toch, maar ik ga niet... Ik vertik het om aan de kinderen te vragen van wat vinden jullie van dat de jongens met messen lopen te zwaaien in de club. Ja, ze zien het, man. Weet toch? Maar ik laat het gewoon zo snel mogelijk uitzetten. Want ik vind het ook een domme ontwikkeling. Maar fuck it, het is hun ontwikkeling. En het bloedt echt wel op den duur dood, man. Echt, zeker. Hé jongens, het is blauw en het heeft een shank. Nee? Drillsmurf. Dat zijn mooie opleidingen. Ja, echt, hè? Maar ja, let's go. Ja, ja. Let's go with the program. Einde onderwerp. Hans, is er één specifiek of meerdere specifieke momenten in jouw carrière als docent zijnde, waar je super trots op bent? Dat je iets bereikt hebt met de leerling of dat een leerling daarna iets heeft bereikt? Dan denk je, oh wacht, die is bij mij geweest. Of, zo'n uitschieter is een ding. Zo'n echt een succesmoment. Van ja, bijvoorbeeld. Bij jou. Ja, vast wel. Ik hou ze niet zo goed vast. Dat merk ik ook. Ik weet dat ik op een gegeven moment jong was. Dan kon ik zoveel moppen onthouden. En dan kon ik ze zo droppen. Heel goed. En ik onthield altijd al die moppen heel goed. Ja, ja. En omdat ik wist zo van, als ik er maar genoeg heb, weet je van, dan kun ik lekker de aandacht vasthouden. En dat is onwijs lachen. En op een gegeven moment veranderde dat of zo. Toen kon ik ineens, net als nu, ik kan helemaal geen moppen meer onthouden. Dus van die drillsmurf, die houdt helemaal vast. Omdat ik die vaak implementeer in een les. Af en toe. Ja. Dan gooi ik die mop wel eens een keertje. En de succesmomenten zijn dan in principe voor mezelf helemaal niet zo relevant meer geworden of zo. En dan kan ik ze ook heel slecht onthouden om die reden. Ik heb elke dag wel een paar momenten dat ik echt denk van fijn dat ik dit weer mag doen. Als ik bijvoorbeeld goede muziek heb gehoord. En als ik een gast zijn gevoelens heb horen delen. Waar dan een stukje angst heb zien en horen overwinnen. Ja, dat is voor mij, dat is top notch. Dat neem ik mee naar huis. En dat vind ik geweldig. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Maar een van de dingen die nog steeds... Ja, dat is gewoon te terechtkomen bij deze job. Yo, ik had het zo nodig als mens om dit te mogen gaan doen. En ja, ik sta natuurlijk wel in een docentenfunctie. Maar ja, er is geen opleiding voor gedaan. Nee, want hoe oud ben je nu? Ik ben bijna 49. 49. Volgend jaar, in mei. In mei volgend jaar, wat ik zeg. Nee, in mei word ik dat alweer. God allemachtig. Maar daar ben ik terechtgekomen. Ja. Van wat ik echt ontzettend fijn vind om te doen en energie van krijg, dat is mijn werk. Nou, dat vind ik geweldig en daar ben ik dankbaar voor. Hij straalt het ook uit, hè? Leuk, hè? Je hebt ook een goede mooie vibe om je heen. Leuk, hè? Ja, goede energie. Ja, dankjewel. Ja, man. Marv, zou jij nog iets willen vragen aan Hans? Nee, ik heb denk ik alles gevraagd. Ja, ja. Ja, ik vind het tof wat hij doet. Ja, ik zou nog wel 100 vragen kunnen verzinnen. Maar we zitten omwille van de tijd, moeten we langzaam afronden. En Hans, jouw laatste woord de vorige keer was echt dope. Dat is echt heel nice. En ik besluit nu gewoon dat jij en Marvin het samen gaan doen. Het laatste woord. Dus wat ik nu ga doen. Ik zet die tune nog niet aan. Ik zet die tune nog niet aan. Want die duurt maar 1 minuut 10. En ik hoop dat jullie iets langer nodig hebben. We moeten freestylen te dan. Gewoon maak er samen iets moois van. Twee toffe mensen. Het hart op de goede plek. Ik wil alvast onze luisteraars bedanken. Dat jullie weer geluisterd hebben naar deze toffe aflevering. Mijn microfoon gaat nu dicht, dus het woord is aan de mannen. Mijn laatste woord, denk ik, is toch muziek, man. Weet toch, ik ben blij dat ik maatschappijleerdocent ben. En dat ik met de jongeren bezig ben. Maar ik vind, we zeiden in de vorige aflevering, muziek is alles. Daar ben ik echt wel mee eens. Muziek is echt alles. En ik denk dat dat heel erg verbindt. En ik, voor elk kind dat luistert en bezig is met muziek, ja, zet dat gewoon door, weet toch? En, al luister je veel naar muziek, luister veel naar muziek. Want ik denk dat soort van je medicijn is voor heel veel dingen. Dat is wat het is. Ja. Dat is het sociaal smeermiddel. Ja.
Dat is het één ding. En ik denk dat, dat we allemaal een soort van aan de binnenkant van ons brein... Ja, nee, anders. Aan de binnenkant van ons hoofd, van onze schedel. Dus een soort van... Hoe noem je dat? Dus een soort van doom. Een soort van, net als die koepel van Brunelleschi of zo. Ja. En aan de binnenkant, weet je wel. En aan de binnenkant van je hoofd heb je allemaal posters die je daar ophangt. Ja. Als een soort van tienerkamer. En af en toe dan gaat er een poster af en komt er een poster bij. Juist, ja. Van, this is nu my thought. Dit is waar ik nu de komende tijd op ga zitten en op mediteren en mooi vind. Ja. Het verandert heel de tijd. Ja. Die inrichting. Ja. Die picture wall aan de binnenkant van je hoofd. En er staat altijd een soort van muziek aan. Zo van, dit is nu mijn favorite tune. Dit is nu waar ik zit. Ja. Hier is waar ik nu van ontspan. Dit is nu momenteel voor mij. En dat je daar de keuze in kan hebben. Ja. Muziek is onwijs belangrijk. En dat is ook je archiefdoos toch? Want als je kijkt naar je vroegere favoriete tracks... of favoriete nummers, of de dingen die je hebt gemaakt... kun je altijd weer soort terugdenken van... oh, toen dacht ik zo. Ja. Of gek dat ik daar doorheen ging, man. Ja, dus dat vind ik zo mooi van muziek, zeker. En zet een bepaalde track gewoon op repeat, weet je wel. En of denk zo van, nou, vandaag is een dag om op zoek te gaan naar nieuwe shit. En snuffel lekker op Spotify en doe je ding, doe weet je wel. Man. Ga kijken bij de kringloop. Kopen platen spelen, dat is ook een ding. Ja. Of ga naar de kringloop, weet je wel, kopen twee kwartjes leuke plaat. En ontdek iets of zo. Barry White of zoiets. Echt, ja man, de skits, muziek blijven luisteren en blijven doen als je het doet. Zeker. Het is de toekomst. Ja, echt, Uiteindelijk is er alleen nog maar muziek, denk ik. Ja. Wordt er niet meer gepraat, is alleen nog maar dat. Ja. Hoop het ook. Nou. Ja.